Ja, oh! Ik heb de grap! Bro, kan jij mijn hand doen? Het is een grap. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. Mijn naam is Bram. Mijn naam is Ize. Mijn naam is... Ai, ai, ai. Oh, wauw. Wauw. Ja, Bram die wat eerst. Maar nu is het eigenlijk goed dat jullie niet overeenkomen. Want vanaf nu is het zo. Jullie twee samen en wij twee samen. Want vandaag is het tijd voor een challenge die heel belangrijk is voor onze relaties. Wie is het beste of het sterkste koppel? Of het beste stel voor de mensen in Nederland. Vandaag hebben we 10 verschillende relatie-challenges. En we beginnen natuurlijk met de eerste. Yes, dit is niet echt een samenwerking, maar eerder een aankondiging. Want Celine doet mee aan een kerstshow. Yes, super. En wat is de naam van de kerstshow? Waar blijft de kerstman? Kan jij even vertellen wat de show inhoudt? Zeker, het is dus een sprookje met prinsessen, koningen, elfjes. Ik ben ook een elf in de show. Er is heel veel muziek. Muziek van Frozen, Queen, echt van alles. En de show is voor jong en oud. Maar je gaat dat niet alleen doen. Nee. Want Celine doet ook versterking. Ja. En jullie kunnen haar daarbij helpen. Jullie kunnen inschrijven via de link onder deze video. Ja. En je bent eigenlijk op zoek naar versterking van kinderen tussen 7 en 12 jaar. Ja, klopt. Want ik ga een gloednieuw dansje doen. En dus als je wil meedansen, dan... Dat kan. De show gaat door deze kerstvakantie in Gent en Hasselt. Tickets zijn beschikbaar via de link in de beschrijving. Ik wens je alvast heel veel succes. Dank en wie u. Weet dansen jullie binnenkort mee met Celine. Tot dan. Kennen jullie elkaar door en door? Ja. Hoe lang zijn jullie samen? 5 jaar. Oh, oké. Okay. Wij in mei 5 jaar. Dus jullie inderdaad iets langer. En jullie? 3 jaar. Oh. Ja, maar ook al lang, hè, toch? Jasper is zo aan het kijken. Ja. De eerste challenge is niet echt een challenge, maar een opwarming. Wij gaan vragen krijgen. Het is een soort TikTok-challenge. En wij mogen wijzen naar onze partner. Wie heeft de meeste kleren? Wie heeft het meeste geld? Wie sport het meest? Wie eet het meest? Wie is er het knapst? Wie is er het meest buiten? Wie fietst het meest? Wie heeft de mooiste kamer? Wie is er het meest lui? Nu we de opwarming hebben gehad, ben ik klaar voor de challenges. Ik ook. En we gaan kijken wie dus het beste of het sterkste koppel is vandaag. En het winnende koppel gaat altijd verder naar de volgende challenge. De eerste challenge gaat tussen de twee koppels die de langste relatie hebben op dit moment. Dus tussen ons en Bram en Ize. De eerste challenge, Semi versus Brize. Maar is het anders? Isbr is wel moeilijk, toch? De jongens die gaan daar starten met de partner op de voeten. En zo moeten we stappen. Wie als eerste over de lijn komt, die wint. En mag naar de volgende challenge. Veel succes! 3, 2, 1, start! Oh, oh. Nog! 3! Ja! Nee! Oké, Bram met Ize maar nee. Kom op! Maar naar het einde ging het beter. Sorry, in het begin was het een beetje raar. Het is tijd voor de volgende challenge. Bram en Ize blijven staan, want zij zijn gewonnen. Iedereen staat in een tegel en je moet elk 10 rondjes draaien en dan om te snelst een kus geven aan je partner. Go! Oh, oh, oh. 10 rondjes. Nee, als ik zeg stop, gaan jullie naar jullie partner. Oh, wow, oh, ja. Ja, oh. Bram is echt heel... Wacht, ik heb wel echt niet kunnen tellen, sorry. Ik heb wel echt niet kunnen tellen. Ik ging net zeggen dat je geen ja zeggen als we mochten. Ja, maar dat was... Laura was te snel. Maar je bent er al opnieuw. Ja, oh. Oké, jullie winnen deze challenge. Oké, volgende challenge. Volgende challenge. Het is tijd voor een herkansing voor Celine en Michiel. En deze challenge is wel heel leuk, want één iemand gaat een koptelefoon met heel luide muziek op zijn of haar hoofd zetten. En de partner mag 5 keer raden welk woord de ander zegt. Ik heb een goede challenge voor jullie ook. Ik
Ja. Ondertussen is de muziek aan het spelen. Bram, zeg maar het eerste woord. Voetbal. Oké. Okay. Dankjewel. Ja. Focus! Oké. Okay. Voetbal. Ja. Deur. Deur. Judo. Een nieuwe. Dat is moeilijk om te vinden. Ah ja, bureau. 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 Bureau! Ja! Ah, ik heb het nog een goeie. Schuifraam. Het woord is dus schuifraam. Ik denk dat er al een goeie is. Schuifraam. Check dit! Check dit wel! Deurmat! Deurmat? Schuifraam! Nee, schuifraam! Oh ja, het lijkt wel. Tijd voor het laatste woordje. Koptelefoon. 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 Wij hadden dus 2 of 5. Ja. Nu is het de beurt aan Jasper en Laura. Ledstrip. Oké, oké. Ledstrip. Nee, oké, dat is 0 op 1. Ja. Dat is een teleurstelling, als je het niet weet. Ik ken dat gevoel. Schoen. Schoen. Schoen! Ja! Computer. Oh, goeie, goeie. Computer. Computer. Wauw! Sinterklaas. Goeie, goeie. Sinterklaas. Oei, oei. Oh, maar ik vond die wel goed. Standaard. Standaard. Sinterklaas. Ben je een beetje flink geweest? Ik ben niet braaf geweest. Nee. Statief. Statief. Dat gaat hij niet weten. Zandzeef. Wat? Zandzeef? Echt zo'n moeilijke woorden, man. Deze challenge was iets moeilijker dan gedacht. We gaan het oplossen met de blasteenschaar. Céline versus Laura Blasteenschaar. Wie gaat naar de volgende ronde? Kom op. Blasteenschaar. Ja, lekker hoor. Céline en ik hebben de vorige challenge gewonnen. Eindelijk. Dus Bram en Ize komen opnieuw in het spel. En het zal nodig zijn, want nu is het een echte sterke koppelchallenge. Het koppel dat als eerste een plank kan maken met z'n tweeën. Die wint. Wie als eerste 3 seconden kan balanceren op 2 benen, die wint deze ronde. Kom aan. 3, 2, 1, start. Oh, oh. Spannend. Benen sterk, hè? Mag je ertussen vallen? Nee, 1, 2, 3. Ja, oh, wow, Julie, hoe ben je? Hoe ben je wachten? 3 seconden. Ik wil niet verliezen. 1, 2, 3. Oh, de liefde is toch moe, hè, Bram? De liefde is moe. Jasper en Laura komen opnieuw in het spel. En nu gaan we echt een gigantische hoogte halen, denk ik. Oké. Want het is in de Nexit-race. Dus Céline mag in mij zitten. Ja, maar hier wel, hier wel. We gaan de race hier doen. Geen idee of ik dit nog kan, maar we gaan proberen. Maar zeg, allee. Moet je een trapje hebben? Oh, dat is lang geleden. 3, 2, 1, go! Ja. Wow! Aan de grond! Aan de grond! Amai! Ja, ik wil lopen, maar dat was ik niet aan de grond! Bram, kan jij mij helpen? Oh. Amai. Ik loop ook rond mijn hoogtevrees. In de relatie is natuurlijk meer dan alleen maar fysieke challenges. Dus bij deze challenge... Ik heb een mooie. Je moet op elkaar kunnen rekenen. Oh, wow. Dit wordt een van de moeilijkste rekenopdrachten die jullie ooit hebben gehad in jullie leven. Het koppel, het stel,
dat als eerste het juiste antwoord heeft, wint deze ronde. Wat is de oplossing van 444 maal 555? Dit is het antwoord. Bram en Isis zijn vol in concentratie. Oh, sorry, ja, dat weg. Oh, ik ga hier komen. Ah, je weet. Ik weet het. Oh, Jasper komt dichterbij. Oh, Jasper. Maar als Bram en Isis deze rit juist hebben, gaat er wel een bommetje op poppen. Bommetje? Een bom. Isis heeft een antwoord en dat is... Nee. 333.120. 232. Ik denk dat Laura in de buurt komt nu, toch? Ja, Laura is ook al juist. Het is in de 200.000. Wat heeft Jasper het jaar 2020? Als dat niet is, stop ik. 246.420. Het is juist! Wow. Bram wordt weer verliefd. Kijk naar Bram zijn berekening. Kijk Bram zijn berekening. Deze challenge gaat dus tussen ons twee en Brize. Jullie mogen beginnen. En de bedoeling is dat je water probeert over te geven aan Bram. Je moet dus proberen drinken zonder dat je het glas aanraakt. Daar komt hij. Oh-oh. Nee, het is iets te vol nu. Ai. Ja, Isa, haar gezicht is helemaal nat. Ik ga gewoon kiepen, hè. Het is helemaal nat. Nee, nee. Is Het kan niet erger dan dat. Doe maar niet meer pijn. Ja, oké. Okay. Heb je iets of niet? Dat is duidelijk wel. Ik denk dat we kunnen besluiten dat het glas te klein is. Dus we gaan een andere waterchallenge doen. Deze challenge kent iedereen. Het koppel dat als eerste moet lachen en dus water verliest, die verliest. 3, 2, 1, start! Hij zet het een keer twee kriepen in een boom. De ene kriep liet hem skate en de andere zei... De ene kriep zei tegen de andere... Ik heb een schietles en de andere zei... Kriekets! Ja! Oh, wat is er hier gebeurd, Bram? Nu lekker voor jullie. Jullie zijn hier ook nat. Kom op! Het is tijd voor een nieuwe challenge. Oké. En er wordt gezegd dat jongens het niet kunnen. Dus we gaan kijken in welke relatie de man het wel kan. Zo. Zo. En dan moet je blijven staan. Ja. Ja, en de jongen die zou dus naar voren moeten vallen. Als je het niet kunt, maar ik ga het niet kunnen. Eerst zo. Focus. Rustig, gewoon rustig. Zo. Wat was je? Ja, zo. Zo. Ja, en dat. Hand, één hand op je rug. Kom maar. Jasper bleef iets langer staan dan mij. Laat weten of jullie thuis deze challenge kunnen en zeker de jongens, want ja, er wordt dus gezegd dat jongens daar moeite mee hebben. Het is tijd voor de handdoeken challenge. Jullie krijgen al twee handdoeken. Jullie moeten proberen los te geraken zonder de handdoeken los te maken. 3, 2, 1, actie! Allee, pas op. Handdoeken niet loslaten, hè. Hij staat erboven. Oh-oh. Ze zitten nog steeds vast. Ize gelooft er wel nog in? Wacht, nee. Wat is zoiets? Jullie hebben wel een dubbele knoop. Dat is niet waar. Ah, oké, ik dacht dat een dubbele knoop had. Wacht, je moet het toch... Wacht, ik moet wel eens hier doen of zo. Ik heb al niet eens aan het doen. Wat is dit? Hallo? Oh, Bram en Ize zijn er. Niet. Moet ik jullie eens iets vertellen? Dat lukt gewoon niet. Maar jawel, ik heb het al gezien. Het lukt niet. Als je het ziet op TikTok, is het niet echt. Fake! Nee, sorry, het was een grapje van ons twee. Oh. Maar nu is het tijd voor de finale challenge. Ja. Het is tijd voor de grote finale. Hier zien jullie drie glazen met drie balpennen of stilo's. Aan de andere kant ook drie glazen. De eerste persoon
Die neemt een stilo, moet die in het andere glas steken. Teruglopen, stilo eruit in het andere glas. En wiens glas hier als eerste opnieuw gevuld is, is de winnaar van deze koppelchallenge. 3, 2, 1, start! Celine is vertrokken. Ah, Celine heeft eentje laten vallen. Ah nee, het kan nog allemaal. Bram is op voorsprong. Nee, Bram heeft de laatste. Nee. Bram en Ize winnen. Oh, mooi. Goed gedaan. Jullie bedankt om te kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En wij zien jullie gewoon in de volgende video. Peace. En de volgende challenge, die winnen wij.